Literally kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk reageren op oude video's. En ik vind het best wel een beetje gek om deze video te maken. Ook wel een beetje... Ja, ik ben meer een beetje benieuwd naar wat er precies allemaal voor video's zijn en zo. En ik ga op een aantal video's reageren die op mijn YouTube kanaal staan. Dus de wat oudere video's die ik al eerder geplaatst heb. En wat video's die wel op YouTube staan, maar niet op Paardrijden en Plezier het kanaal. Maar die mijn vader ooit online heeft geplaatst. Daar wat filmpjes van. Dus ben je nou net zo benieuwd als mij, blijf dan zeker kijken. Nou, laten we snel beginnen met de video's bekijken. En ik ben echt heel erg benieuwd, zoals ik al zei, wat er nou precies allemaal op staat en zo. Dus laten we beginnen. En ik heb hier het eerste filmpje. En dit zijn trouwens video's. Ik begin nu met de video's die mijn vader vroeger online gezet heeft. En dat heeft hij op zijn eigen YouTube kanaal gedaan. Dat is niet echt een YouTube kanaal zoals nu de meeste kanalen kennen. Maar gewoon om ja, video's te bewaren gebruikt hij dat een beetje. Maar goed, ik heb nu hier een video van 13 seconden. En die heet... alternatieve manier van afstappen. En ja, laten we dus eventjes kijken. Oh, ik ben volgens mij een liedje aan het zingen. Wacht even, ik luister even welk liedje. Nou, wat er dus gebeurde op deze video is dat ik ging afstappen met een koprol. En als klein kind deed ik dit al vaker. En het was hier op mijn verzorgpony Naughty. En Naughty was mijn eerste verzorgpony en die heb ik best al een tijdje gehad. Jullie hebben zijn naam waarschijnlijk ook al eerder in een video voorbij horen komen. Maar dit was dus Naughty en deze video die is er... 10 november 2012 opgezet, dus het zal waarschijnlijk ergens rond die tijd zijn. En als ik dan goed reken, was ik toen zelf 8. Dat klopt wel. En wat er dus gebeurt is, ik ga afstappen met een koprol achterover. En ik blijf op zich best wel een beetje te lang aan het zadel hangen, dus dat is sowieso niet zo goed voor de pony. En ondertussen ben ik het liedje Hallo Wereld van Kinderen voor Kinderen aan het zingen. Die kennen jullie vast wel stiekem voor je toen jullie klein waren, of nu nog steeds. En... wat er dus gebeurt, ik land en ik val gelijk zo op mijn kont achterover. En dan hoor je mijn vader dus lachen, zo met zo'n snurk. Zo. Dus dat is super grappig. Dus dit was het eerste filmpje. En ja, dat is echt wel best wel lang geleden. Ik kan me nog wel een beetje vaag herinneren, maar het is echt wel lang geleden. Oké, nou dan gaan we nu naar het volgende filmpje. En ik zag deze voorbij komen. Ik zag de thumbnail staan op het kanaal dus van mijn vader. En toen dacht ik, en toen ik de titel zag, oh ja, dit was toen. En de titel van de video is Pas de Deux, Destiny en Cassidy, 4-6-2011. Dus dat is echt al best wel een tijdje geleden. En toen ging ik met mijn zusje Cassidy dus een pas de deux rijden. En dit deden we op Champy en op Freddy. En dat waren twee Shetlandertjes. Freddy die staat nu nog steeds op de manege. Die hebben jullie ook vast wel zien in paardenvoorstellen in een van de video's. En Champy hebben we jammer genoeg niet meer. Maar ik reed toen zelf op Champy. En mijn zusje reed op Freddy. En we waren dus... Freddy was een zwarte Shetlander. En Champy een witte Shetlander. Dus toen hadden wij zwart-wit. En tijdens de Pas de Deux op de manege, dat is een soort wedstrijd, wordt nu ook nog wel eens georganiseerd. En dan mag je verkleed. En dan ga je dus met z'n tweeën, voor degene die niet weten, rij je een soort van proef. En dan doe je dus ook figuren precies tegelijk. Dat is in ieder geval de bedoeling. En ik deed dat dus met mijn zusje. En mijn zusje was helemaal in het wit gekleed en dat ze op een zwarte pony zat en had een wit dekje en een zwarte cowboyhoed achterop hangen. En ik zat op Champy, een witte Shetlander in een zwart pakje met een witte cowboyhoed achterop en een zwart dekje. En ik ben heel erg benieuwd hoe die pas de deux ging, dus dat gaan we nu kijken. De gehele video daarvan duurt
7 minuten en 19 seconden. Dus dat ga ik niet helemaal jullie laten zien. Maar ik zal het tussendoor een beetje doorspoelen. Oké, helemaal. Nou, we gaan dus beginnen nu. Oké, helemaal. AAX binnenkomen. En er zitten ook van die super schattige vlindertjes in de staart. Ik wil doorstappen. En mijn moeder die loopt ook constant de commentaar er doorheen te roepen. Voorwaarts. Nou, mijn moeder leest dus voor en mijn vader die filmt het. En deze video is ook nog opgenomen op de oude locatie. Want wij zaten eerst met het manege op een andere locatie. En toen zijn we naar deze nieuwe locatie gegaan waar we dus nu staan. En dit was dus nog op de oude locatie. En ik vind dat best wel schattig op twee van die Shetlandertjes. En het waren ook nog best wel ondeugende Shetlandertjes. Kijk, dat zie je ook wel bij het halt houden, dat die van mij helemaal scheef achteruit loopt en niet echt van halt houden houdt. Halt houden, Christine. Dat wil hij niet, echt. En mijn vader die roept tussendoor dus ook commentaar naar ons toe. Nou, we moeten draven. Helemaal groeten. Oh, op Shetland moet je altijd zo snel licht rijden. Ik ga hem eventjes ietsjes doorspoelen. C, afwenden. Gelijk. Ik heb hem doorgespoeld naar 3 minuten 50. Destiny bij de F. Ik ben benieuwd wat er daar gaat gebeuren. Rijbaan rond. Hulp. We moeten dus gaan galopperen. Zitten. En nou ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Want oh ja, op mij is het gelukt om in galop aan te springen. Ga door. Maar met Russen gaat het iets minder. En ik galop weer lekker over de slag. En mijn zusje, ja, die heeft hem nu wel in galop. Galop. En mijn vader die zegt, you know, that's me. Galop, galop. Goed zo, op de hoes. Oh, en daar begint hij met mij te bokken een beetje. Overgang draf. Helemaal niet op de hoeslag of dingen of zo. Maar we waren toen ook nog zo jong. Rustig. Van de X. Nou, we moeten weer A afwenden. We hadden zelfs toen ook nog van die oude casco capjes. Dat waren onze eerste caps. En ik heb er denk ik van die caps heb ik hier thuis nog een stuk of 4 liggen of zo. Die ik allemaal reserve had. Want er lag er eentje lachter bij mijn verzorging van die not. Die eentje had ik hier thuis liggen. Die nam ik dan deed ik op in de lessen. En eentje had ik. Eentje had ik dan nog als reserve. En ik had er ook nog eentje volgens mij uitgeleend aan mijn nichtje of zo. Ik had dat heel veel van die caps die, ja, waar die plakkertjes los zaten en zo. En daarna kreeg ik die cap die ik nu heb. Ja, die van Destiny stopt. Nou, ik heb het denk ik deze video heb ik zo wel gezien. Ik vind het echt super schattig op die twee Shetlandertjes. Heel ondeugend zijn ze. En wij waren toen echt nog zo jong. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel ze er toen zijn geworden. Ik kan zo meteen wel eventjes in een map kijken. Want ik heb namelijk een hele grote map waar ik al mijn protocollen in bewaar. En ik, misschien ligt hij er nog bij. Dus ik zal zo meteen eventjes kijken of ik de protocol daarvan nog heb. Maar ik denk niet dat we heel hoog geëindigd zijn. Maar ik vind het wel heel leuk om nu zo terug te kijken hoe we eigenlijk een beetje begonnen zijn op die Shetlandertjes. Nou, ik heb de protocol dus gevonden van de Pas de Deux. En die zit dus hier in een hele grote map met allemaal wedstrijdjes die ik gereden heb. Echt super leuk dat ik hem nog gevonden heb. En er staat dus op dat we 5e zijn geworden. Ik weet niet of jullie het helemaal kunnen lezen. En dan staat er Destiny op Champy, Cassidy, Freddy. En er staat verder, staat er dat wij het halt houden bijvoorbeeld, dat de pony niet stil stond. Nou, dat klopt ook wel, dat zagen jullie ook wel. En ja, dat zijn een paar kleine tips nog. Maar op zich vind ik het nog best wel knap dat we 5 zijn geworden. Ik weet niet meer precies hoeveel er meededen, daar is het te lang geleden voor. Maar ik vind het wel leuk, want er staat ook nog eens algemene opmerking. Wat letten jullie goed op elkaar? En ik vind het dan nu leuk om dit terug te zien, zeg maar. En hier achterop staat dan nog onze proef die we reden. Die hadden we uitgeprint en die heb ik dan aan elkaar geplakt en in deze map gedaan. Dus ja, ik vind het echt super grappig dat ik hem nog teruggevonden heb. Nou, dan gaan we nu weer naar de volgende video toe. En dit wordt al de derde. Oh, dat zijn er 4, 3, de derde. En dit is ook op de oude locatie nog van de manege. En deze video gaat over Voltige. Tenminste, dat staat er bij de titel.
En ik zie al Mick, zie ik. Meneer de Mick, dat is het paard waar we het op gaan doen hier in deze video. En die staat nu nog steeds op de manege. En die wordt nog steeds zelfs gebruikt voor Valtiesje. En die loopt ook in de dressuurlessen mee. In de springlessen wel eens. En ook op buitenritten. Dus het is een paard dat heel erg veel kan. En het is echt een hele lieverik. Maar ik ga hier dus Valtiesje doen. Op de oude manege nog. Dat was in een soort van bijbakje daar, zie ik hier. Maar laten we snel gaan kijken. Ik zie nu al dat ik op mijn sokken loop. Dat is natuurlijk hartstikke fout. Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Ik moet natuurlijk altijd dichte schoenen aan bij de paarden. Oké, nou ik ga eerst eens wat ophelpen. En dan word ik er zelf opgetild, denk ik. Ja, en we droegen dus wel een cap. Dus dat is dan wel weer goed. Oké. Ja, nou, dus nu ga ik er zelf ook op. En die andere is dus voorop gaan zitten. En diegene die trouwens het paard lanceert, die staat ook nog steeds bij ons op de manege. Oké, nou, ik zit erop hoor. Oké, nou mogen we dus kunstjes gaan doen. Met Valtiesje doe je dus een beetje gymnastiek op het paard. Ik ben dus... Oh, oké. Ik leg mijn benen dus op de schouder. Oké. En doe mijn hand zo omhoog. Wauw. Wat een mooi kunstje. En nu ga ik dan op mijn knieën zitten. Mick loopt ook gewoon zo braaf door alsof er niks is. En dan steek ik mijn been uit of zo. Die doe ik ook een beetje omhoog en die houdt zijn dan vast. Ik was echt heel lenig toen, maar niet eens. Daarachter staat trouwens de ton en daar deden we dan, die hebben we nu ook nog steeds. En daar doen we dan eerst op oefenen en dan daarna op paard. Ik weet, deze video is op 16 april 2011 online geplaatst. Dus dat is... Ik kan wel een windje laten, Destiny. Oh, mijn vader zegt nu ineens wel een windje laten, Destiny. Huh? Oh, ik ga ze van zijn kont afglijden. Oh, ik snap het al. Nou, ik ga dus hier van de kont afglijden. Kom, kom. Ik durf niet. Ik loop zo, nee, 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 nee. Zo'n heel hoog stemmetje had ik toen nog. Oh, ze zet de mix stil. En dan kan ik glijden. Ja, ik ben er af. Nou, ik weet niet wat zeggen dat ik van deze video moet vinden, want nou ja, het ziet er best wel een beetje gek uit. Ik ben mijn been zo omhoog ineens en mijn arm zo. Maar ik vind het wel leuk om terug te zien hoe ik op de oude manege als klein meisje nog meedeed met van die spelletjes en dingetjes. Alleen als ik me nu zo op mijn sokken zie lopen, dan heb ik toch zoiets, dat had ik toch niet moeten doen. Maar ja, dat was dus deze video. Laten we snel doorgaan naar de volgende. Ik heb net eventjes wat besloten tussendoor. Ik ga een deel 2 maken van reageren op video's. Want ik merk dat ik best wel lang bezig ben per video. En dat ik ook al ja, per filmpje dus dat ik op reageer. En dat het dan anders als ik ze allemaal doe. Want ik had een heel lijstje gemaakt met degene die ik... die me leuk leek om te laten zien. En ik heb er nu pas een paar gedaan. En ik ben al heel veel minuten aan het praten. Dus als jullie deze video leuk vinden, dan even een duimpje omhoog. En laat in de reacties weten of jullie een tweede deel hebben. En ik ga nu nog 1 video ga ik op reageren. En dan de rest bewaar ik dan voor de volgende keer als jullie dat leuk vinden. En ik ga denk ik een... Ik ga deze doen. En dit is, deze heet Pony gaat als de brandweer. En nou ja, laten we maar gewoon gaan kijken. Oké, okay. Oh wow, dat gaat heel hard. Nou, ik zit hier dus op Orlando. En het is best wel een beetje een wazige video. Komt ook een beetje door het licht, want het was 's avonds en het licht in de bak. En volgens mij is het ook met telefoon gefilmd. Maar ik zat hier dus op Orlando en die vond springen dus echt ontzettend leuk. En zodra hij voor een hindernis kwam, ging hij echt als een speer over die hindernis heen. Ik heb zelfs een keer
Als ik me goed herinner, hebben we gehad dat we zeg maar, 4 sprongetjes in uitzicht achter elkaar hadden. En dat hij hem in 2 keer nam of zoiets. Of dat hij deed, ik weet het niet precies. Maar zelfs hier, nu de balken naar beneden zijn gegaan, springt hij weer aan in het rond. En als hij dus voor die in de stand dat jullie net zagen, dan zie je hem dus helemaal heet worden. En dan trekt hij echt naar voren. Dus ik denk dat mijn vader daarom zo de video heeft genoemd. Pony gaat als brandweer. En ik moest dus, ik kreeg les van Marcelle. Dat was, dat is ook al, wanneer dus heeft deze video erop gezet? 5 februari 2014, dus dat is 3 jaar geleden, volgens mij. Is die video wel iets meer dan 3 jaar geleden opgenomen. Maar, want dit is net op de nieuwe locatie. En toen reed ik dus op Orlando, toen gingen we springen. En ik vond Orlando heel lekker rijden. Hij zat zo lekker, ook al ging hij zo hard, dan zat hij dat nog zo lekker. Maar ik weet nog wel dat het was, zodra hij voor die hindernis kwam, dan was het echt zo, dan zag je zijn hoofd zo omhoog en dan trok hij echt naar die hindernis toe. Dus, en iedere keer als hij er dan weer voorbij kwam, dan werd hij weer heet. Dus ja, dit kan ik me nog wel herinneren. En dit was, volgens mij reed ik toen op woensdag, een woensdagles met Denise en volgens mij met Deborah ook al. Dat ze eigenlijk vanaf het moment dat we bij elkaar in de les kwamen en dat we een beetje vriendinnen werden en zo. Dus ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit nu terug te zien hoe hard die eigenlijk op de hindernis afging. En zelfs dit heb ik soms ook nog wel met Mojito. Nou, dit waren een beetje de video's waar ik op heb gereageerd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om die video's te zien. Ik heb ze eigenlijk nooit echt verder aan jullie laten zien. En ze staan wel allemaal op YouTube, gewoon maar een beetje achter de schermen, zeg maar. Maar ik vond het wel heel erg leuk om ze nu weer terug te zien. Want het is echt heel lang geleden dat ik ze bekeken heb. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vonden. En als jullie deze video nou leuk vonden, dus reageer dan even hieronder in de reacties of jullie nog een deel 2 willen. Want ik heb nog een aantal van zulke soort video's. En ik wilde eigenlijk ook eerst, in eerste instantie in deze video, wilde ik ook nog op een aantal video's die wel op paardrijden met plezier staan terugblikken. Maar anders wordt het een video van een half uur. En dat is ook wel een beetje heel erg lang. Dus als jullie nog een deel 2 willen, laat het even onder in de reacties weten. En geef zoveel mogelijk duimpjes in deze video omhoog. Want dan ga ik zeker een deel 2 voor jullie maken. Want ik vind het heel erg leuk om deze video te maken. Dus ja, en wil jij nou nog meer video's zien? Check dan even deze video. Want hier heb ik crossles op het KNS trein. En dit was echt zo ontzettend gaaf. Dus die moeten jullie even checken. Of check even deze afspeellijst, want er staan er nog veel meer op. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!